Ja, dat is de eerste keer. En op zo'n aankomst is dat toch echt wel iets waar ik heel trots op ben. Jullie demonstreerden. In de laatste ronde gingen jullie er vol vandoor met de favorieten. Was dat een plannetje al van vanochtend? Sowieso. Lotto had zeker niet de intentie om de vlucht te gaan halen met dat ze meteen een mooie voorsprong hadden. Daarmee had ik iemand op kop gezet om dat gat met die vluchters toch dicht te houden. Ik had gezegd, de laatste ronde ga ik gewoon vol een bak die muur over en die bosberg. Inshallah. Had jij vanochtend afgesproken met Greg van Avermaat van vandaag gaan we er samen voor? Nee, zeker niet, maar... Ik moet even niezen. Pardon. Nee, we hadden niet afgesproken, maar we kennen elkaar, we kennen het parcours. Op dit parcours zijn het altijd dezelfde die vooraan rijden. Ik weet dat als ik me graag vooraan kom, dat we vol een bak rijden. Dan is dat een hele welkome bondgenoot.